No Gozer is too fast for him. No Freefall is too high for him. No Trollite is too intense for him. This is him. Ruben Koot, the White Specialist. It's number one. Goedendag allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ja, we staan in Heer Hugo Waard op de kermis. Een keertje weer in Noord-Holland, dat komt niet zo heel vaak. Eigenlijk ooit alleen een keer in Hoorn geweest en in Schagen. En verder heb ik ook nooit kermis in Noord-Holland. Dus ik dacht, kom, ik doe de Heer Waard. Eigenlijk alleen maar hem daar, die is nieuw. Dat is de Space Jam van Albers. Maar we beginnen eerst hier bij de Power Dance. Vorige week nog eens in Heerlen en nu weer in Heer Hugo Waard. Welkom op de Power Dancer, ja. Ik kwam Stevro tegen. Hij is groot fan en wilde bij mij gewoon in de Power Dancer. Ja, juist leuk. Ik kan toch altijd over mijn hart heen steken. We worden ook nog even extra rondgedraaid door de proberen mij wisselijk te krijgen, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. We gaan even genieten van de Power Dancer. En vanaf hier gaat Steven het even overnemen. Die gaat even springen. Nou jong, kom! Hij keek een jaar geleden naar mijn video samen met Rijn van Meren. Je weet wel, de Kermis Reporter. En toen staan we de video pakken goed. Even kijken hoe Steven goed heeft opgelet. Ik zou zeggen, het is moeilijk voor mijn twee man erin. Maar ik zal proberen mee te doen. Alright, daar gaan we. Ah, de molen zijn nog volle kracht. Het gaat om hier. Echt enorm. Oh, jammer. Oké, jongen, hou je vast. Let's go, go, go. Nou, ja, weet je, het lijkt zo simpel, maar dat valt best tegen hoor, dat spinnen. Dus net een punt in de mode, een straf krijgt, en dan moet je echt toegeven. Maar, ga je toch fanatiek lezen? Ja, ik ben heel fanatiek. Ik moet ervan hebben. We zien bijna geen rekje meer op, hij gaat er aan het trekken. Hoppa. Ja, dit is je kans. Ja. Oh. Ja. Dames en heren, steeds zo. Spinning around, baby. Lekker hoor. Ja, we zien je maar hard werken voor verloop. Oké, jongens, dan zullen we je. Ja, dat was hem weer, de Power Dancer. We gaan door op de kermis. Steek het over naar de rol, joh. Graag gedaan, volgende. Yeah.
Van een smashing jumper natuurlijk niet kan, want daar zit je gewoon los in. De vogeldrijfbal. Ze hebben trouwens ook centrale muziek op de kermis. Ik ben zelf ook zo'n voorstander van. Ik hou meer van drukte. Volgende zaak, dan moet je zelf acteren, het Disco Train. Toevallig deze ook onlangs gezien in Katwijk. Maar hier zit je wel wat voller, dus het was sfeervoller. Want in Katwijk zaten we als enige erin. Het was echt heel leef daar. Zullen jullie even wat beelden laten zien van Disco Train? Gemiddeld door met natuurlijk een hoge kerktoren. En als je hem daarnaast zet, dan komt hij niet boven de kerktoren uit. En Around the Rubber Ball van de Beek, ja, dat is echt een starflyer, dat je echt overal ziet. Hè. Maar ja, ik wens natuurlijk de allerbeste, maar ik denk niet dat er een succes kan worden. Maar we gaan het wel voor doen, hè, Chilicia? Ja. Ja, hè? Jij gaat hem alleen, hè? Wel goed vasthouden, hè? Ja. Welkom, dames en heren, op de Space Jam. We gaan vliegen. Ja, ondanks is het een klein torentje, zoals ik zeg, moet je toch niet naar beneden vallen. Als je goed kijkt, zie je ook de hele kermis. Kijk, daar moeten we dadelijk nog naartoe, naar de booster en alles. Daar loopt de hele straat. Wat funhouse, witplein en die onderdam. En zo hebben we in heel vogelvlucht de kermis gehad. Nee, lieverd, we gaan nog een keertje draaien. Hoppa, gas erop. Vind je hem leuk? Ja! Nou, dat lijkt me wel heel erg sterk, want die staat te zitten en we zijn hier heel gewaard. Limburg en de Rollen liggen wat eindje uit elkaar, joh. We gaan nog een keertje. Yeah! En dan gaan we naar alle snelste in de wereld. Ja. Vanaf 1,5 meter mogen kinderen al zelfstandig in deze attractie. Booster heb ik wel heel erg klaar, want dan zou Jane alleen mogen. Dat hebben we maar niet gedaan, we hebben Chalice alleen gezet. Omdat Jason nog een wild kan doen in de attracties, daarom zit hij naast mij. Ja, maar dat was hem. We zijn weer veilig geland. De Space Jam van Albert. Ja, op zich voor een dorp een leuke attractie.
attractie om te zien. Die honden hebben ze doeken gebruikt in plaats van borden. Dat ziet er heel netjes uit. Ja, hier hangt het wat verkeerd, waardoor je het ziet dat het doeken zijn. Maar ik kom dat het best hard waait. Maar er is gewoon een mooie, ja, frisse mooie met felle kleurtjes. We hebben net vanuit de Space Jam kunnen zien. Vanaf dit plein hebben we twee straten kermis. Dit is het eerste straatje. Dat is vast echt een goede jingle, hè? Zo'n kamelenreis. Iedereen kent het. Dat is een hele goede keuze geweest. En hier vinden we dan de Funhouse. Gewoon niet zo heel vaak tegen dat Funhouse van Verwijk. Mooi huisje. Vroeger was Kan-Kan. Brunsen daar met de pushers. En dan gaan we hier de bocht op. Daarom vind ik dit soort kermis ook zo leuk, hè? Allemaal trouwens die niet zo vaak zie. Dat is de La Bamba. Vroeger wel vaker gezien. Maar ik zie dat ze een nieuw naambord op hebben. Van een lichtkrant, zeg maar, erop. Apart. Maar ja, Wippy reist jarenlang naar Nederland, maar ik zie hem eigenlijk nooit. Ja, dat komt dus nooit in Noord-Holland kom. De buggybaan. Een hele mooie buggybaan dit. Puur door die palmboom, die zat er vroeger er ook op. Ik kan heel goed herinneren uit mijn geheugen. Wekt een nostalgie bij me. Nou, de laatste zaken. Rue de Paris. Als glazen dool. En helemaal achterin de booster die een beetje weggedrukt staat. Wat verder hier ook opvalt is dat het gewoon een woonwijk is waar die kermis in staat. Kijk, allemaal dranghekken, anders sta je bij de mensen in de voortuin. Doe me een beetje denken aan de Zanelaan in Haarlem. Zou je een booster hebben of een handelsvoetingstrekker, maar hij staat hier toch een beetje verlaten dan mij. Op het plein is het veel drukker. Ja, dat is de laatste jongens, maar richting huis. Nou dames en heren, dat was de kermis van Heer Hoeverwaard. Ja, ik vind het best een leuke gezellige kermisopstelling was goed. Met name het centrum, waar de winkels waren, dat was gewoon ja, heel leuk, heel gezellig. Hier in de voortuinen misschien wat minder voor de mensen. Ik vind het zelf ook wat minder. Ik heb liever aan beide kanten zeg maar kermis. Maar ja, al met al een mooie attractielijst, mooie attracties, gezellig druk. Ik heb het prima gemaakt. Dus ik zou zeggen jongens, tot de volgende video. Zou dan weer een kermis aan het pretpark, de Rodebaan of weet ik wat. Tot de volgende keer weer.